En hoe vind je het om telkens op locatie te zijn? Is dat echt een meerwaarde? Leuker dan de studio? Zeker weten. En ook omdat we daardoor automatisch andere mensen aan het woord laten. Mensen die direct betrokken zijn bij projecten. Mensen die je misschien niet automatisch zou uitnodigen omdat ze nou helemaal niet hoog in de boom zitten bij een organisatie. Juist omdat we op locatie gaan, horen we een ander geluid. BNR Nieuwsradio. BNR Urban Energy. Een wijk die binnen 5 jaar volledig energie-neutraal wil worden, is dat haalbaar? Thomas van Zijl. Elke week reizen we met BNR Urban Energy af naar innovatieve energieprojecten in Nederland. Vandaag de eerste halte, Rotterdam, de wijk Heiplaat. En die wijk die ontstond begin vorige eeuw als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Dat is het verleden. De toekomst ziet er waarschijnlijk heel anders uit. In 2020 moet Heiplaat namelijk volledig energie-neutraal zijn. Deze wijk is, ligt redelijk geïsoleerd tussen de havens van Rotterdam. Ingelegen en daar wonen ongeveer zo'n ruim 1000 mensen, zo'n 600-700 huishoudens. Een spannende wijk dus om ook nog eens een keer aan energie-neutraliteit te gaan werken. Die veranderingen die komen voor een deel bij de bewoners zelf vandaan. Iemand die dat weet is verslaggever Elfanie Toulaar. Ze staat nu bij een van de huizen hier in de Heiplaat. Hoi Thomas, ja, ik sta hier in de gang bij Hanna Frederiks. Die woont hier vlak bij jullie om de hoek. En zij heeft tegen de buitenwand van haar woning sinds een maandje een grote batterij hangen. Dus ja. mijn 7 zonnepanelen produceren aardig wat energie. Ja, want die liggen op het dak. Ja. Die hebben jullie al een tijdje. De reststroom die daar vanaf kwam, die werd voorheen teruggevoerd naar het net. Maar die kunnen jullie nu zelf, die restenergie kunnen jullie nu zelf gebruiken. Wat levert het eigenlijk op? Het scheelt ongeveer een tientje. Nu. Ongeveer een tientje per maand. Ja. Dus en dat is puur die batterij? Ja. Nou Thomas, je hoort het, of heel Heiplaat in 2020 klimaatneutraal is, dat is nog een beetje de vraag. Maar Hanna Frederiks hier is in ieder geval op de goede weg. Als je tegen de bewoners zegt van joh, jij moet gaan isoleren je woning, jij moet met je energie teruggaan. En je ziet in dezelfde stad zie je 2 van die hele grote kolencentrales verrijzen, waar op het moment een hele discussie is over de CO2-reductie. Dan zegt de gemiddelde bewoner van Heiplaat zoiets van joh, bekijk het. Dit was de eerste uitzending van BNR Urban Energy. Volgende week dan is er natuurlijk weer een. En dan zitten we in de Caballero-fabriek in Den Haag. BNR Urban Energy. Yeah, applaus voor jezelf. Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app.